Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Ik heb mijn schriftje hier weer liggen, dus jullie weten waarschijnlijk al dat we gaan tekenen in deze video. Ik ga jullie 3 nieuwe tekenideeën geven. Ik ga beginnen met een heel mooi patroon. Daarvoor maak je eerst zo'n streep. Van de onderkant helemaal naar de bovenkant van je blad papier. 2 keer zelfs. En daartussen doe je dan zo'n zigzagpatroon. Dan maak ik van die halve cirkeltjes. Die doe ik in de punten. En telkens enkel in de onderste punt. Die kleine halve cirkeltjes, daar ga ik telkens een klein bolletje in tekenen. En dan ga ik in de driehoekjes vanuit de cirkeltjes allerlei in lijnen trekken. Je begint dus telkens bij de halve cirkel en dan ga je tot de tegenoverliggende zijde. Onderaan heb ik nog een leeg driehoekje. Die is niet helemaal af, want ik moest ergens beginnen, maar ik kan je wel voorstellen waar de halve cirkel zou moeten komen en dan de lijnen zo trekken. Als je dan nog wat kleurtjes gebruikt, ziet het er nog interessanter uit. Ik heb het nu recht getekend, maar je zou ook in golven kunnen tekenen. Ik vind het een heel erg mooi patroon. Je kan ook makkelijk variëren met verschillende kleuren. Je kan ook de strepen een andere kleur geven per driehoek bijvoorbeeld. In het midden heb ik zelf telkens ook een blauwe streep getrokken. Dan nu de volgende tekening. Je begint met een bloemblaadje. Daarnaast een iets groter bloemblaadje. Weer groter. En zo ga je verder. Wanneer je helemaal rond bent, dan ga je gewoon verder, maar dan boven de vorige blaadjes. En zo krijg je een hele grote mooie bloem. Die kan je natuurlijk ook inkleuren. Je kan ook hier weer qua kleuren afwisselen. Als je glitter hebt, is dit ook de ideale plek om die te gebruiken. Ik vind het echt een mooie bloem geworden. Ik heb nu een paar kleuren gebruikt, maar ik kan er nog met veel meer in kleuren. Dan zitten we nu al aan de laatste tekening. Ik heb nog wat plaats bovenaan. Het is een soort slingerpatroon. Ik vind het heel leuk om te tekenen. Je begint zo en dan maak je zo telkens hartjes met nog een boogje ertussen. Zo krijg je hartjes zowel links als rechts. Zien jullie het effect? En in de hartjes kan je nog kleinere hartjes tekenen. Ik vind het ook heel mooi om nog zo'n patroon ernaast te tekenen. En de hartjes die kan je ook inkleuren natuurlijk. Dat waren mijn 3 patronen. Eigenlijk 2 patronen en 1 tekening. Bij alle tekeningen kan je qua kleuren variëren en dan krijg je telkens een heel ander effect optisch. Ik vind het erg leuk, die patronen, die slingerpatroon, daarmee kan je een hele pagina vullen, maar je kan er ook een kader mee tekenen. En de bloem, die kan je zo groot maken als je zelf wilt. Ik vind ze echt heel leuk. Laat me bij de reacties weten welke tekening jullie het leukste vinden. Het eerste patroon, de bloem,
of het hartjespatroon? Ik ben heel benieuwd. Geef me een thumbs up als je de video leuk vond. En vergeet ook de andere video's niet te bekijken. Dit zijn niet de eerste tekeningen die ik voordoe. Abonneer je op het kanaal, dan krijg je een berichtje zodra er iets nieuws online komt. En dan hoop ik jullie terug te zien bij een volgende video van Doe-het-zelf-ideeën. Tot dan!